Op de Nieuwe Haven staan sinds zaterdag enorme foto's. Ja, het zijn enerzijds portretfoto's en die geportretteerden komen ook terug en vertellen iets over wat hun bezighoudt in hun levensfase in een boekje wat we erbij hebben, Dordrecht. En daarnaast, Marcel Kolle is een documentaire fotograaf, die heeft echt op straat gefotografeerd, gewoon in een paar maanden tijd, wat hij tegenkwam hier in Dordrecht aan Dordtenaren van nu. Ziet er goed uit? Ja, het is een leuke foto, staat ook mooi hier. De expositie is onderdeel van Beeldenstroom Woordenstorm, een verzameling activiteiten vanwege de Beeldenstorm, 450 jaar geleden. De foto-expositie Cultural Change zou gaan over jongeren, maar de makers zien dat begrip heel ruim. Dordrecht heb ik nagevraagd in de leeftijd tussen 18 en 30 iets van 18.000 jongeren op een stad van een kleine 120.000. Dat is niet zoveel. Wij hebben natuurlijk geen studenten helaas. Dus we zijn wat breder gaan selecteren. Dus kom je ook een enkele jongere van 44 jaar tegen. Dus een enkeling. Het gaat vooral om de leefstijl, niet de leeftijd. De foto's zijn te zien tot met 24 oktober aan de Nieuwe Haven. Ik heb ook wel de ambitie om dit nog voor te zetten. Dat moet ik zo erbij zeggen. We gaan nog wel even door, hoop ik.